De 69e Twentse Fietsvierdaagse vanuit Almelo komt eraan. De voorbereidingen zijn in volle gang. Van 14 tot en met 17 augustus hebben we de 69e editie van de Twentse Fietsvierdaagse vanuit Almelo. Dat is bijna een kroonjaar, hè? Dat is bijna een kroonjaar. Volgend jaar 70 jaar pakken we flink uit. Dit jaar hebben we mooie routes gemaakt, 4 dagen lang. Men kan kiezen uit een route van 35 kilometer, een van 45 kilometer. En men kan kiezen uit een route van 65 kilometer. En op elke dag een andere richting van Twente. Ah, en waarheen gaan de mensen alvast? Om een tipje van de sluier op te lichten? Ze gaan richting Bentelo, ze gaan richting Holten, ze gaan richting Archem bij Ommen. En ze gaan richting Manderveen, te Bergen daar, die richting. Ja. Dus dinsdag tot en met vrijdag. Zeg, en dan las ik ook iets over een scootroute. Ja, wij hebben natuurlijk ook mensen die niet op een normale fiets fietsen, maar op een scootmobiel, dan wel op een driewieler. Dat zijn allemaal mensen die waarvan je rekening mee moet houden met de route. En dat hebben we ook gedaan. Die doet het meestal doen die de korte route. Is niet verplicht. Ze starten iets later, zodat ze ook niet de anderen ophouden met het fietsen. En waar het een knelpunt geeft, hebben we voor hun een omleiding gemaakt. Nou, vanaf maandagmiddag beginnen we te peilen voor de dinsdag. Dus dat betekent dat alle drie routes voorzien worden van peilen. En dat is een hele klus. En dan gaat het elke dag weer. Van dinsdag gaan we woensdag en van woensdag op donderdag. En dan moeten we eerst de oude peilen weer ophalen om de nieuwe route te kunnen uitzetten. Ja. Zeg, en dan, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, dat zadel, dat is niet mijn grootste vriend meer. Jullie hebben daar zelfs een feestje van gemaakt, hè? Ja, we hebben voor de kinderen donderdagmiddag in Preston Palace een zadelpijnparty. Überhaupt hebben we voor de kinderroute, hebben we onderweg om de 5 kilometer van iets leuks voor de kinderen. Dat kan zijn dat ze iets gaan bezichtigen, dat kan zijn dat ze iets gaan doen. T-shirt painting, schilderijtjes maken en dat soort dingetjes. Dus voor de kinderen hebben we ook veel aandacht. Donderdagmiddag de kinderzadelpijnparty. Dat betekent dat we dan leuke dingen gaan doen met de kinderen. Met een disco, met cupcakes versieren, sminken, etc. Donderdagavond hebben we dan de grote zadelpijnparty. En dat is dan met een barbecue erbij en met muziek erbij. Double 60 gaat dat van muziek voorzien. Dat wordt heel gezellig. Ja. Ja, we hopen natuurlijk op mooi weer. Niet zo warm als het de afgelopen week was van 35, 36 graden. Maar een temperatuurtje van 24, 25 graden en droog weer zou ons zeer goed uitkomen. En hartelijk welkom iedereen. Kunt u iets vertellen van uw plannen, uw ideeën van wat er met de Windmolenbroek, het winkelcentrum, zou moeten gebeuren? Sowieso uitbreiding, vernieuwing vooral. Maar daar zijn ze heel druk mee bezig om dat achter de schermen allemaal te regelen. Het is nou het wachten op de gemeente, wanneer door de raad goedgekeurd wordt. En dan hoop ik dat er namens alle winkeliers hier zo, dat de schop snel de grond in gaat. Absoluut. Veel supermarkten moeten bij, niet alleen maar Albert Heijn. Want Albert Heijn is heel duur voor ons. Ik hoop het net als Aldi of Lidl of zoiets in de Windmolenbroek hebben. Wat zou u ervan vinden als het overdekt werd? Ik denk weer dat je gewoon de leuvels, brede leuvels kunt maken dan overdekt. Maar dan krijg je weer dat desvolde probleem. Daar heb je altijd hang, jongeren. He? Maar wij gaan extra hier naar de winkel heen om te laten zien dat je wel een keer wat bij Albert Heijn komt, want anders gaat die winkel ook dicht. Ja, maar u bent het daar ook helemaal mee eens dat het winkelcentrum hier moet blijven? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind het mooi toch wel centraal in de wijk liggen, want verderop in de wijk gaan ze toch naar de Plus of andere winkels. Maar ik vind het hier eigenlijk ideaal. En er zou best wat meer winkels mogen komen. Ook zoiets als bijvoorbeeld de Schelvorst heeft, dat het een beetje overdekt is. Dat je gewoon naar binnen kunt lopen of hier op het Van Goghplein. Ik zou het heel prettig vinden, ja. En wat zou u vooral veranderd willen zien? Sowieso een mooie uitstraling van het winkelcentrum.
Het is nogal naar binnen toegekeerd, dus het wordt niet snel herkend als winkelcentrum. Dus in die zin dat er wat vernieuwing zou plaatsvinden, zou heel fijn zijn. Nou weet ik dat die plannen er ook allemaal zijn. Dus ik hoop dat dat ook echt mooi tot uitvoering gaat komen. En dat er wat, hoop ik, nog meer diversiteit komt in het winkelaanbod. En wat zou u graag veranderd zien? Een blokker erbij. Ja, nog iets meer variatie erin. Net zoals op de Schelvoort, zeg maar. Ja. Ja, absoluut. Zou ik heel leuk vinden. Iets meer variatie erin. Ja. Dus dat wordt een internationale paard. Jullie mogen straks met je groepje één land uitkiezen uit de Europese Unie. En vanuit dat land ga je hapjes bereiden. Ja, de zomerschool is voor kinderen met een hoge intelligentie en die nog een achterstand hebben met begrijpen, het lezen en met woordenschat. En in deze 3 weken willen we die kinderen graag de Nederlandse taal leren en ook vooral met woordenschat bezig en met begrijpen, het lezen bezig. We zijn veel teksten aan het lezen, we lezen veel in de krant. We hebben thema's waar we over werken. Het is de opdracht om de voorpagina van het boek op de doos te plakken. En de opdracht was op de zijkanten een plaatje of iets te tekenen wat in het boek voorkomt. En hier staat ook een samenvatting van het boek. Maar juffrouw zei dat je niet die mocht doen, maar je moest je eigen samenvatting. Hallo, mijn boek heet De Spetter in het Begin. Schrijfster Vivian de Hollander. Hoofdpersonen zijn Carlo de vader, Bart de zoon en Bibi de dochter. Carlo heeft belangrijke gebeurtenissen. Carlo heeft besloten een oude boot om te toveren tot een motel. Hoe het afloopt. Een van de gasten bleek een boef te zijn en is aangehouden. Mijn mening is dat het boek heel leuk, spannend en leerzaam en grappig is. Waarom ben jij vlaggen aan het tekenen? Omdat we de vlag van Spanje hebben. We moeten dan de vlag van Spanje tekenen. En we hebben 2 kinderen die de vlaggen tekenen. Wie het mooiste tekent, die gaat dan op het speciaal blad. Dus daarom gaan we vlag tekenen. Ja, en waarvoor is dat allemaal? Volgens mij is het om iets te versieren, hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar wat gaan jullie donderdag doen, donderdagmiddag? We gaan naar Studio 18. Daar hebben we kraampjes van allemaal landen van de Europese Unie die daarbij horen. En wij hebben Spanje en wij moeten dan, gerecht hapjes zoeken van Spanje en dan moeten we dat bij de kraampje. Wat ben je nou vanmiddag aan het doen voor de zomerschool? We zijn dingen aan het bedenken voor een land, voor donderdag. En dan mogen de ouders allemaal hapjes proeven. Jullie gaan binnenkort naar Engeland. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dat klopt. Wij gaan binnenkort naar Engeland. Naar het Red Rose Camp. Daar gaan wij op deelnemen. Dat is niet alleen een kamp om plezier te hebben. Maar er staat ook nog een stukje uitwisseling in het teken tijdens dit kamp. Juist. En naar welke plaats gaan jullie? De plaats waar het kampeerterrein is Cumbria. En Cumbria is een heel klein plaatsje ten noorden van Manchester, om maar even iets aan te geven. En daartussenin ligt de stad Preston, de contactstad van Almelo. Juist, en ik geloof dat jullie daarom, omdat Almelo de contactstad is, dat jullie daarom naar Engeland gaan. Ja, dat is correct. Wij nemen deel aan het kamp om een uitwisseling te verzorgen met scouts al daar. Aan het kamp nemen internationale scouts mee. Uit heel de wereld zelfs, maar ook Engeland en ook dus Preston. En de groep waar wij het meeste contact mee zullen hebben of meer zullen samenwerken, is First Cotton Group uit Preston zelf. Ja, waarom hebben wij daarvoor gekozen? Het is natuurlijk een gezamenlijk met de Preston Scouts. We willen graag samen met hun vieren dat wij 70 jaar lang een partnerstad zijn. En dit kamp kwam natuurlijk als heel goed naar voren. Dit is een mooie kans. Ja, het kamp is opgedeeld in elke dag een ander onderdeel. Zo heb je
natuurlijk activiteiten waarbij plezier voorop staat, waarbij scoutingtechnieken voorop staan, de omgeving verkennen. En dat zullen wij doen gezamenlijk met de Press & Scouts en natuurlijk samen met ook andere scouts uit andere landen. Aanstaande zaterdag gaan we weg, 's ochtends heel vroeg met de trein. En dan vliegen we naar Manchester toe en daar worden we door de Press & Scouts opgehaald met een busje. En dan gaan we naar het kampterrein toe. En wanneer is het helaas weer afgelopen? Ja, we blijven een week, dus de zaterdag erop vliegen wij weer terug. En dan is het avontuur voorbij. Maar goed, de pret zal natuurlijk nog lang in onze herinneringen, in ons geheugen blijven. En het contact met Press & Scouts, die blijven. Hoe hebben jullie dit allemaal kunnen bekostigen? Ja, we hebben zelf natuurlijk meerdere acties gehouden. Meerdere acties om geld binnen te halen. We hebben flessen verzameld. We hebben een winactie gehad, een taartwinactie. En we hebben natuurlijk vele sponsoren die ons een financiële bijdrage hebben gedaan. Het is vakantietijd. Wat merken jullie daar als bibliotheek van? We merken in de bibliotheek dat er veel gelezen wordt in de vakantieperiode. Mensen zijn met vakantie en hebben tijd om te lezen, halen veel boeken op. En we merken dat er ook alweer veel mensen thuiskomen en veel gelezen hebben. Dus die boeken worden weer teruggebracht. Dus het is lekker druk in de bibliotheek. Over boeken gesproken, de bibliotheek leent natuurlijk al lang geen boeken meer uit. Ja, we lenen altijd nog boeken uit, maar we lenen ook andere materialen uit. We hebben cd's, dvd's, tijdschriften natuurlijk. Maar met je bibliotheekabonnement kun je ook e-books lenen. En in de vakantieperiode hebben we een hele mooie landelijke actie is dat. En dat is de vakantiebib. Daar kan iedereen gebruik van maken. Je hoeft geen abonnement van de bibliotheek te hebben. En iedereen kan inloggen op de vakantiebib en gratis e-books lenen. Okay. Wat zijn de plannen voor de toekomst op het gebied van boeken of geluid en beelddragers? Ja, het blijft altijd veranderen en het blijft natuurlijk altijd spannend van hoe snel gaat het allemaal met de e-books. En ik verwacht dat we echt ook wel gewoon nog mensen willen het papieren boek in de hand hebben. Dus dat blijft echt wel doorgaan. Maar het aantal e-books dat uitgeleend wordt, dat stijgt ook nog altijd. We hebben een hele leuke aanbieding in de maanden juli en augustus. Dus nou ja, dat is nu nog voor de maand augustus. Mensen die in de maand augustus lid worden, dus betalende leden, volwassen leden, die een jaar abonnement nemen, die krijgen een boombox cadeau. En ik zal hem even laten zien. En dat is een luidsprekertje die je buiten kunt gebruiken. Hij werkt op Bluetooth voor je telefoon en iPad of wat ook. En daar kun je zachtjes muziek op laten spelen. Maar je kunt ook de luisterbiep, waar de boeken dus voorgelezen worden. Dat is in donker zitten en je kunt niet meer lezen. Dan laat je voorlezen. Goed, even kijken. Het kunstwerk van Rino Perdon, dat hij in 1951 maakte, bestaat uit drie onderdelen. Een sculptuur in de tuin, die de toegang naar Hof 88 markeert, publicatieborden met verlichting en een tweetal ornamenten op het gebouw. Te zien voor de muziekschool aan de Hofkampstraat.